Yes, goed dat jullie kijken. Vandaag weer een video vanuit mijn woonkamer. En we gaan het gewoon hebben over kleding. Er zijn toch wel een paar dingen veranderd in de laatste periode. Als eerste, dat ik iets meer ben uitgekeken op al die raffles. Weet je, er komt er weer een nieuwe Jordan en zo. Ik weet niet of ik de enige ben. Naast dat er niet heel veel hele vette meer uitkwamen. December, toen nog een beetje die Travis Scott. Je had natuurlijk die Ama Meniere's 4's die ik heel vet vond. Maar om er een resale voor te leggen, niet meer zo snel. Dus ik heb gelukkig wel wat leuke paardjes. En als tweede, 3-4 jaar geleden was ik echt helemaal into designer. Ik gaf echt veel geld uit aan dure kleding. Nu gelukkig geef ik niet meer zoveel erom of het nou echt designer is of niet. Tuurlijk, designer kleding heeft af en toe wat mooiers, weet je. Maar zolang het gewoon een mooie item is of een beetje uniek is, dan vind ik het gewoon nice. Ik koop nu liever voor 500 euro, laten we zeggen, 10 broeken, dan dat ik één dure broek koop. Maar ik ben wel blij dat ik gewoon die fase heb gehad, want door die dure dingetjes was ik wel getrokken naar kleding, fashion, schoenen. En daardoor heb ik wel de passie en de creativiteit om leuke outfits samen te stellen. Niet iedereen vindt natuurlijk mijn stijl vet, want dit is gebaseerd op iemands mening. Zelf ben ik ook gewoon heel erg aan het experimenteren. De laatste tijd bijvoorbeeld flare broeken. Een hele wijde broek die je gaat terugzien. Waar ik ook gewoon een leuke DM op heb van, wat een verschrikkelijke broek. Ja, maar dat is wel het vette aan fashion. Is je moet iets dragen waar je comfortabel bij voelt. Maar het laat ook een beetje zien wie je bent en wat je durft. Dus ja, ik weet dat ik kritiek ga krijgen op zo'n broek. Maar ik vind het vaak wel leuk als iemand een beetje zijn eigen stijltje heeft of dingen durft. En ik geef dan gewoon graag ook die persoon een compliment. Dus ik kijk best wel vaak ook van die video's in New York wat mensen dragen. What people wearing. Je hebt Icy Cuff, je hebt Tristan Payne. Zeker een aanrader voor de mensen die graag die fashion video's kijken. Zelf wil ik er zeker ook nog eentje maken. Dat heb ik nog gezegd van in een andere seizoen. Maar ja, sorry voor de lange intro. Ik ben natuurlijk een tijdje niet meer voor de camera zo geweest. Dus dan krijg je dat. We gaan gewoon beginnen. Het wordt een hele grote mix, want ik heb winterjassen, ik heb zonnebrillen, geen korte broeken, dus dat scheelt. En ook weinig t-shirts. Dus ja, voornamelijk gewoon seizoensgebonden herfst. De herfst. You stupid. Maar laten we dan gewoon gelijk beginnen met de zonnebrillen. Ik heb er twee, want ik was natuurlijk een zonnebril kwijt. Dat had je kunnen zien in mijn Cancun vlog. We beginnen met D&G. Dus over gekke stijl gesproken. Ik heb hem eerlijk gezegd nog niet eens gedragen. Shout out naar Smit Optiek, die mij korting heeft kunnen geven op deze bril. 220 euro voor een Dolce & Gabbana bril, maar voor mij dus 160 euro. Ja, hij is gewoon gek. Ik zou er dus ook niet heel snel veel meer voor leggen. Maar ja, ik vind hem wel gewoon apart. Gewoon een beetje space. Dus ja, ik zie hem wel gewoon op een festival of juist bij een beetje aparte outfit. Dus Dolce & Gabbana, je kan hem halen bij Smit Optiek. Dan een iets luxere. Dat is deze van Dior. Mijn Jacques Marimars die ik was kwijtgeraakt was 600 euro en deze was goedkoper dan dat. Dus hij heeft wel echt iets van Jacques Marimars weg. Hier nog klein dan Christian Dior, maar ook heel mooi het nieuwe logo aan de binnenkant. CD ruitje en daar ook nog dan Dior. Dan hier ook nog van die stipjes. Ik vind hem persoonlijk niet zo vet als de Jacques Marimars, maar hij komt wel dichtbij. Ik vind die zijkant wel heel vet. En het is best wel een normale bril. Dus ik heb dan wel gewoon de keuze. Wil ik zo gekker uitzien? Of wil ik gewoon een beetje plain, maar toch stijlvol? Dus dat is deze Dior. We gaan naar een designer die ik nog nooit heb behandeld op mijn kanaal. En dat is Root Atelier. Hier heb ik twee items van. Ik heb deze overhemd. En ik vind hem heel vet omdat hij wat van die accenten heeft. Blauw en groen. Hier bijvoorbeeld groen. En het is een soort van newspaper. Gewoon een soort van krant. En hij heeft hele mooie oversized mouwen. Ik heb hem nog gescoord met 30% korting. Ik had Root Atelier al een tijdje in mijn vizier. Ik volgde ze op Instagram door ene Elliot die van die sneaker video's maakt. Die had het een keer benoemd. En toen zag ik van nee, dat is echt een vette brand. Ik zag dat deze gedropt werd. Volgens mij was hij 105 euro en ik heb hem dus nog voor rond de 70 euro kunnen scoren. Maar dan een van mijn dingen waar ik echt super blij mee ben. En dat is deze jas van Root Atelier. Hier het logo. Wat het grappige is van deze is, hier zit gewoon een soort van gat. Want die mouwen zijn mega groot. En als je deze aan hebt, joh. Kijk hoe groot, hoe oversized. Ik vind dat gewoon keihard. En naast dat heb je hier ook nog van die drawstrings, wat ik heel erg leuk vind. Als je houdt van dat een beetje aparte,
top. En dit is nog een van de gekkere kleuren, zeg maar. Ik kon deze gewoon goed matchen met twee schoenen. Deze twee. Maar ik had ze vooral voor deze gehaald, want deze draag ik te weinig. Maar ik pop even een paar van die outfitfoto's in beeld. Ik krijg best wel veel complimenten over deze. Dit is gewoon echt ziek. Je hebt hem dus in het zwart en een beetje wit, sale-achtig. Het liefst had ik er nog één gehaald. Mochten ze een keer een grote sale hebben, score ze. Normaal €230, ik had hem dus voor ongeveer €170. Echt een mooi prijsje voor wat je kreeg. Gewoon echt een kwalitatieve jas met een gek design. En toch had ik nog een jas gehaald. En deze is wel een beetje dat ik denk van, ik vind het wel leuk om op Instagram te showen. Maar hier vind ik het een beetje heftig. Maar ja, maar dat is deze jas. Ik wou hem eigenlijk al een lange tijd. Ik zag de lichtblauwe, 2-3 jaar terug. Een paarse, vorig jaar of dat jaar daarvoor. En toen zag ik deze. Ja, de kleur, ik was er gewoon verliefd op. Ik heb hem nog één dag laten liggen. En de volgende dag ben ik teruggekomen. Toen dacht ik, ik wil hem. Wat ook een grappig verhaal was. Bij de Dior winkel zelf in de PC Hoofdstraat was hij €300 duurder. De prijs was omhoog gegooid. En dat zie je heel veel bij Louis Vuitton en Dior. Vast ook wel bij andere merken, maar vooral bij hun. Dus soms kan je nog iets voor een goede prijs. Je snapt wat ik bedoel. Voor een lagere prijs gekocht hebben en dat het gewoon over tijd stijgt in de prijs. En dan kan je het gewoon in principe doorverkopen voor dezelfde prijs. Toch nog steeds zou ik niet je geld investeren in designerkleding. Maar ja, deze. Heel ziek. You stand out. Ik zat er wel over te twijfelen van, het is niet nodig. Maar hij zat toch in mijn gedachten, dus moest hem halen. Dan gaan we weer terug naar gekke stijl. En dat is deze Heron Preston broekie. We blijven even bij designer. Ja, deze is dus super oversized. En hoewel ik het ook niet het allermooist fittende broekie vind, vind ik het toch wel weer even anders. Ik loef deze kleur ook. Echt, ik heb ook best wel wat shirtjes van Boohoo Man in deze kleur. Het is een beetje washed purple, grayish. Ja, lastig uit te leggen. Ik moet wel zeggen dat ik Heron Preston niet meer zo'n ding vond. Maar ik heb hem dus met 70% korting gescoord. Hij was normaal €400. Ik heb hem voor €100 gescoord bij Four. En ja, het was gewoon mijn maat. Dus welke maat is het eigenlijk? Is het XL of is het L? Het is gewoon L. Wow, als deze XL was, joh. Nee, dus ja. Ik snap dat niet iedereen deze broek tof vindt. Ik moet er ook nog een beetje aan wennen. Maar ik vind het gewoon leuk. Een beetje experimenteren. Gaan we naar een winkel waar ik best wel wat dingen koop. Maar eigenlijk nog nooit gedeeld heb. En ik denk dat het tijd is om het te delen. Want deze jas is merkloos. En het is geïnspireerd door Cole Buxton. Cole Buxton is een soort van merk zoals Represent. Ze hebben gewoon hele vette bodywarmers. Wat soort van lijkt op een bulletproof vest bodywarmer. Wat het vette hieraan is, is dat je een beetje kan layeren. Dus je kan een beetje laag op laag en dan kan je gewoon leuke combi's gooien. Deze heb ik ook nog in het grijs. €25. Nou jongens, knal even op die like dat ik dit soort dingen deel. Nog iets van AliExpress. Deze blender is trouwens ook van AliExpress. Ik betaal niet €50 voor zo'n ding. Hier was hij €15. Die had ik eergisteren binnen. En dat is deze flare jeans. Er staat hierop Black Icon. Maar ja, die winkel heet echt iets in het Japans. Ja, dus flared bottoms. Heel vet over Jordans. Heel vet over de schoenen trouwens. Oh nee, rustig aan heet het niet. Eén ding tegelijk. Ja, nee, dit is paint. Hier nog iets. Als je niet luistert en je hebt een vriendin, kan ze je eraan trekken. Meekom. Hier, de maat is wel een beetje lastig. Ik heb best wel grote bovenbenen. Ik heb er eentje in 36 besteld. Dat is dus deze. En ik heb hem ook nog in bruin in een 34. Deze zakt dus een beetje van mijn reet af. Maar hier zit hij rustiger bij mijn bovenbenen. En bij die andere zit hij iets strakker bij mijn bovenbenen. Maar in principe kan je gewoon je normale maat halen. Dan dus de schoen. Ja, wel op Instagram gedeeld. Deze is van Amiri. Ik vond hem zo vet. Meestal gooi ik er dus een broek op dat die flip wegvalt. En dan zie je alleen nog maar dit. En de skate shoe is heel erg in. Want even een paar voorbeelden. Lanvin kwam er als eerste mee met de designer. Skateschoen natuurlijk. Nu heb je een model van Louis Vuitton. Die heb ik nog in mijn hand gehad, deze groene. Christian Dior. Hele dure. Wel heel erg mooi. En dus deze. En dit is wel een van de goedkopere
qua designers. Maar nog steeds veel geld en ik heb niet gewacht op de sale. Meestal koop ik liever dingen in de sale en hoeft die designer dingen niet. Maar ik wou deze gewoon hebben. Ik had het er al een keer over en ik dacht gewoon van, het is tijd. Gewoon doen. Ik vind die kleur heel mooi. Je hebt ze in een paar kleuren. Echt ding. Die veters zijn ook heel erg in. Deze heb ik ook nog gehaald bij de sale bij Four. Een nieuw petje. Dit vind ik vooral vet. Dat leren, dat maakt het weer even anders. Normale pet van 130 euro. Ik had er 60% korting volgens mij op. Dus hij was 50 euro of iets meer. 60 kan ook nog wel. En helaas was hij een weekje later. Iets meer sale, maar ja, dat gaat om een paar tientjes. Dus ik vind hem vet. Veel gedragen op vakantie. Ze hadden 3 kleuren en dit was een beetje de neutraalste kleur. Als ik hem draag, draag ik hem gewoon achterstevoren. Celesto heet het merk. Best vet merk. Maar ja, 130 euro. Beetje veel voor een pet. Dan gaan we weer even naar Boeman. Ja hoor. Ik heb toevallig daar ook nog 2 dingen besteld die eraan komen. Dit is een flare jogger. Ja hoor. Deze vind ik ook best wel gek. Maar ik vind hem wel heel chill. Hij zit lekker. En wat het voordeel is aan zo'n flare broek versus een skinny jeans, is dat ik gewoon vandaag een sportbroekje aan had. Een korte broek. En dan heb ik gewoon mijn schoenen aan. En dan heb ik deze broek eroverheen. En ik kan deze broek gewoon uittrekken zonder dat ik mijn schoenen uitdoe. Dus gewoon even een supersnelle switch. Omdat het buiten natuurlijk koud is, wil je liever niet in je korte broek rondlopen. Dus ja, ik vind hem fijn en ik vind hem grappig. Gewoon, je ziet haast niks meer van je schoen. Maar is het echt mooi? Valt echt wel mee. Dan nog 2 dingen. Nog een lossere jogger. Dit is geen flare, maar wel wat meer straight fit. Ik experimenteer echt daar een beetje mee. Dit noemen ze Carpenter. Daar heb je ook best wel veel spijkerbroeken van. Hier heb je eventueel nog een koordje om strakker te trekken. Maar dat doe ik dus expres niet. Ik twijfel ook om die koordjes eraf te knippen. Want het is een beetje weird. Maar ja, niet te lang over dit. Volgens mij 20 euro. Iets waar ik wel echt blij mee ben, is deze wash tee met groene tekst. Deze kan ik heel goed matchen bij een off-white sneaker met groen. Die ik te koop had staan, maar die ik waarschijnlijk toch gewoon niet verkoop. Dan de laatste dingetjes. Ik heb een flaneur hompak Hero in een gekke kleur. Ook in de sale gekocht bij Men's Square Breda. Ik was daar volgens mij rond de 50 euro voor deze tee in plaats van 95. 50% korting. En deze broek. Ja, die broeken van Signature Line van Flaneur Hom. Echt geweldig. Dit is nog het oude model volgens mij, want die hebben de langere drawstrings. En dat vind ik juist vet, want ik heb ook een nieuwe model. En die laat ik zo even zien. Ik vind de t-shirts niet geweldig, vallen net niet perfect. Dus ik twijfelde om het shirt te kopen, maar ik dacht toch, hij is toevallig in mijn maat. Hij is goed afgeprijsd. Dus ik wou het pak. En ik vond de gouden letters wel vet. Leuk detail. En dan dus de nieuwe collectie. En dat is deze. Ik hou echt van lichtblauw. En deze heeft dus iets minder lange drawstrings. Kijk, het opvalt. Het valt misschien niet nu gelijk op, maar het is wat korter. Ik heb deze broek in 4 kleuren. Grijs, zwart, die bruine en deze blauwe. Ik wil eigenlijk nog het vest in het lichtblauw. Heb je deze in een XL? Gun me. Nee, maar ik heb hem niet gekocht voor volgens mij 200 euro. Zoveel kosten ze volgens mij. Maar ik had toen dus de eerste sale van Flaneur. Had ik 4 items gekocht. Een groen vest voor 40 euro. En dus die zwarte broek 70 euro. Grijze broek 70 euro. En het vest 70 euro. Dus 140 voor dat pak. Maar de broek is al vet. En ik kan er gewoon wit op wit dragen. Of bijvoorbeeld bij deze schoen. Dus dat was hem. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie je graag bij de volgende. Ja, laat even een reactie achter. Dat was hem. Later. Yo.